Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben G. Aangenaam, ik ben Stanley. Hoi, welkom Stanley. Dank je. Mooi bos met krullen. Ja, dank je. Flinke baard. Zeker, daar doe ik het voor. En dat mag allebei, ik mag het allebei onder handen nemen en het haar en het baard. Ja, zeker. Je mag gewoon jouw eigen ding doen. Oké. Dus ik mag, als ik de tondeuse pak en ik scheer alles eraf. Behalve dat. Het moet wel een beetje fashionable uitzien. Dus ik zou de lengte hier ook wat mogen inkorten. Zeker. Oké. Okay. Het is een beetje een eigen inzicht een modelletje geven. Ja. Zal ik je verrassen gewoon door niks te zeggen en gewoon maar gaan doen? Doe gewoon lekker je ding, want ik geloof erin dat artiesten gewoon hun ding op mij mogen doen. Is het al een tijdje geleden dat je bij de kapper bent geweest? Voor de laatste maand geleden. Oké. Okay. En de baard, die wil je wel behouden, hè? Dus, ja, de baard wil ik behouden, maar die mag wel aangepast worden. Mm-hmm. Maar ik heb een doel om met mijn snor een krulsnor te zetten. Oké, dus die moet vooral niet te kort. Ja, precies. En de lengte van je baard hoeft ook niet heel veel korter. Gewoon een beetje fine-tunen, misschien dus die zijkanten wat inkorten hier. Maar je wilt nog wel dat de baard aanwezig is. Ik wilde wel dat die, vol is, maar wel dat die wordt bijgeknipt en opgetuned. Cool. Gaan we doen. Ja, cool. Nou, wat betreft het baard weet je nou een beetje welke kant op gaan, maar het haar, daar ga ik niks over zeggen. Ik ga niet heel extreem, maar wat ik wel ga doen is de lange lokken aan de zijkant vooral wat inkorten, wat aansluiten. Ja. En boven de zijkant, ja, dat wordt dan een verrassing. Oké, kom maar op, ik ben benieuwd. Ja. Ja, ik zit eigenlijk wel in meerdere hoeken. Ik ben sowieso van nature een soort van artiest, omdat ik vroeger veel heb gebreakdance, een beetje moderne dans heb gedaan. Okay. En tegenwoordig ben ik ook fulltime freerunner en freerun leraar. Ik weet niet of je daar bekend mee bent, freerunning? Ik ken het van een aantal films, een Franse film die ik een tijdje terug had gezien. Ik ben de naam even kwijt. District One? Juist. Ja, ja. Dat is een van de bekendste freerunning parcours films ter wereld. En veel mensen die kennen het ook. Ja. Maar heel veel mensen denken van wat is nou freerunning nou eigenlijk precies? Freerunning kan voor iedereen eigen interpretatie zijn. Ja. Voor sommige mensen kan het gewoon salto buiten doen. Voor andere mensen kan het wegrennen voor de politie zijn. En voor andere mensen kan het een uitlaatklep zijn. Ja, en wat is het voor jou? Ja, meerdere dingen. Vroeger was het eerst voor mij van, als kinderen, laten we zeggen, 12 zijn, ja, dan tot aan hun 12e dan blijven ze spelen en dan gaan ze naar middelbare school en dan is spelen niet meer cool. En dan gaan ze naar freerunning toe en dan doen ze eigenlijk precies hetzelfde, maar nu kunnen ze meer gecontroleerd met hun lichaam omgaan. Oké. Okay. Gebruik je een bepaalde techniek van het dansen ook weer in het freerunnen? Dat is een interessante vraag, ja. Want ik geloof niet in dat je één ding kan doen, maar ik geloof ook in dat je, laten we zeggen, niet schrikken, ik beoefen, laat me zeggen, op het moment 20 sporten. Jij beoefent 20 sporten? 20 sporten. Nummer 1 is breakdancing, freerunning, turnen, yoga, tai chi, crossfit, hardlopen, sprinten, meditatie, handstand training, verspringtraining, freerunning, moderne dans. Nu sinds kort martial arts en karate en ballet. En ook nog andere sporten die ik wil doen, moderne dans. En zo blijft de lijst maar doorgaan. Maar je kent het verhaal van hoe meer... je wordt goed als je je in één ding specialiseert als het ware. Heb je daar nog geen last van? Dat je nou, je hebt 24 uur in een dagdeel en als je dan 20 sporten beoefent, hoe word je daar goed in? Ja, dus laat me zeggen, altijd een discussie van specialisatie is supergoed. Maar ik heb dan vorig jaar op een opleiding gezeten, Siels Arnhem. Yeah. En dan deed ik iets met turnen, turndocent volgen en fitnessdocent volgen. Maar ik gebruikte fitnessterm in de turnen en turnterm in de fitness. Maar ze wisten allebei niet waar ik het over had. Okay. Dus het probleem is vaak is bij specialisten dat ze heel veel van hun eigen ding afweten, maar niet van anderen. Klopt. En ik kan eigenlijk in principe met iedereen omgaan en met iedereen over iets praten. Wordt dat steeds populairder in Nederland, als freerunner? Er zit nu echt animo in. Okay. Ja, dan springen ze gewoon, dan zitten ze boven ergens op een flat en dan springen ze van het ene dak op een andere dak. Ja, precies. Heel veel mensen zeggen dat het gevaarlijk is. Vind je dat zelf ook gevaarlijk of niet? Nou, ik vind als je iets onder controle hebt, dan heb je het onder controle. Dus een vliegtuig of een F-16 piloot, mij moet er niet in zitten, want dan is het heel gevaarlijk, maar als je er echt voor hebt gestudeerd. Dus dat geldt ook voor het freerunnen. Ik denk als je je gewoon goed hebt getraind, dan kan je gewoon, dan vermijd je het gevaar misschien. Klopt. Aan de andere kant, gevaar loert altijd weer ook om de hoek. Dat sowieso. Ja, heel vaak zeggen ouders van, dat is best wel gevaarlijk toch als je op zo'n 10 meter dak klimt. Ik zeg zo, ja klopt, maar al die freerunners zoals ik, die hebben 10 jaar ervaring achter de rug. Ja. Is net zoals bijvoorbeeld Max Verstappen, die is ook jong begonnen. Die is ook niet in één keer in een Formule 1 wagen gaan rijden.
En dan zeggen ook vaak mensen zo, ja, maar je kan toch ook je been breken? Ik zeg zo, ja, klopt, maar nu kan ook gewoon een, bij wijze van spreken, een meteoriet uit de lucht vallen en de aarde vernietigen, bij wijze van spreken. Dus, qua kansberekening bedoel je dat dan, denk ik? Ja, dat ja. ook. Dus ik bedoel, ik kan ook zo mijn voet breken als ik nu naar buiten loop. Dus het ongeluk zit echt in een klein hoekje, zeggen ze. Is er ook een bepaalde officiële datum wanneer het freerun als een soort van erkend sport is titeld? Het is in heel veel landen, zoals Nederland, zitten nu bij de Nationale KNGU-bond. Dat is, laten we zeggen, de bond voor turnen. Ja. En wij zijn nu wel erkend als nationale sport. Ja. Maar het maakt niks uit of we erkend zijn, ja of nee. We blijven gewoon ons ding doen. Net als bijvoorbeeld met skateboarden en BMX, is ook gewoon een underground sport gewoon. Ja. En toen tijdens de... Je bent ook bekend met de Vietnamoorlog? Ja, van de Chuck Norris films bij wijze van. Ja, precies. Dus laat me zeggen, tijdens de Vietnamoorlog werd de Franse soldaten die werden weggejaagd door de guerrilla-strijders vanuit Vietnam. Maar er was één Franse sergeant die werd opgepakt. Ja. En hij met de achternaam heet die Bell. En hij heeft in zijn jeugd werd helemaal geobsedeerd door hoe die Vietnamese mensen goed konden klimmen en rennen. Dus heeft hij urenlang in Parijs en ergens rondom Frankrijk gewoon constant klimmen en klauteren. En heeft hij die technieken zo verfijnd dat hij een ontsnappingstechniek. Dus we hebben eerst parcours, dat is zo snel mogelijk van punt A naar punt B. Ja. En toen hij terugkwam vanuit de Vietnamese oorlog in Lille, daar werd zijn zoon ook helemaal geobsedeerd door. Dat hij op een gegeven moment echt een naam parcours heeft gegeven. Dus vanaf dat moment begon freerunning een beetje te ontstaan. En dan hebben we het over welk jaar, zeg je? Dan beginnen we rond 1980 is het dan. En hoe vaak in de week doe je dit? Hoe vaak geef je les? Ik geef nu 20 uur in de week les, dus ongeveer 5 keer in de week. Ja. Maar ik train zelf gewoon eigenlijk iedere dag. Laat me zeggen, wij freerunners zijn net kinderen die niet stil kunnen zitten. Dus als ik buiten op de trein aan het wachten ben, dan ben ik gewoon aan het breakdansen of handstanden doen. Ja. En loop ik bijvoorbeeld ergens naartoe, ga ik niet via het pad, maar ga ik gewoon via bomen klimmen of gewoon random salto's doen of gewoon lekker klimmen en klauteren. Dus freerunners zijn hele impulsieve mensen eigenlijk. Is het dan voor jou lastig om nu zo rustig te blijven zitten? Of zit je met scherp mes rondom je nek zo bezig? Ja, in het begin vond ik het heel moeilijk. Ja, niet nu, maar 4-5 jaar geleden. Om bij de kapper rustig te zitten? Ja, precies. Ja. Zat ik helemaal al zo. Of ik geen geduld had. Maar op een gegeven moment bouw je dat gewoon op. Ja. Want, ja, en ik geloof erin dat je gewoon, dat gewoon elke skill te trainen is. En geboren getogen Nijmegen? Ja, sowieso. Mooiste stad van de wereld natuurlijk, hè? Nijmegen. Echt een Nijmegenaar. Ja, sowieso. Ik verspreid echt mijn tijd over de dag met dingen. Maar naast het 20 uur freerunning en naast het zelf 5 uur per week oefenen met freerunning, heb ik ook nog andere ambities. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig om een eigen bedrijf op te zetten. Oké. Vertel eens, wat wil je gaan doen met je eigen bedrijf? Laat me zeggen, ik heb nu op korte termijn doel om personal trainer te worden. Ja. En dat ik dan... mensen denken altijd vaak aan... Als jij denkt aan personal trainer, waar denk je dan aan? Ja, een personal trainer, dat kan sport zijn. Maar dat kan ook als je carrière wilt maken. Het maakt niet uit, je wilt ergens goed in worden. En je hebt een klankbord om je heen nodig. Dus ga je op zoek naar een personal trainer. Dat kan sport zijn, maar dat kan ook... Ik kan ook als personal trainer een collega misschien gaan trainen of begeleiden. Ja. Dus ja, heel breed zie ik dat. 2017 wordt het jaar waarin jij je bedrijf een beetje gaat boosten. Ja. Ik heb het nu pas 3 maanden, maar ik wil nu gewoon, ik heb de afgelopen maand ben ik niet serieus mee bezig geweest, omdat ik bezig was om mezelf te ontwikkelen. Mm-hmm. En gewoon de maand april wil ik gewoon gaan knallen. Ik heb gewoon echt die vuur in mijn buik dat ik gewoon wil knallen met die ballen. Heel goed. En als we hier naar Nijmegen kijken, hè, wat is nou een leuk stukje Nijmegen om te gaan freerunnen? Waar kan jij gewoon helemaal je ei kwijt? En over daken heen of over auto's? Ja, jij stelt echt van die scherpe vragen. Even kijken. Ja, het ligt er echt aan hoe ik me voel en waar ik ben. Laat me zeggen, ik woon er zelf in Dukenburg en daar hebben ze ook heel veel mooie spots. Ja. Als ik daar aan het trainen ben met jongens uit Dukenburg, ja, vind ik dat mooi. Maar als ik aan het trainen ben bijvoorbeeld met mensen in het centrum van Nijmegen, hebben ze ook mooie spots. Maar ik train ook bijvoorbeeld binnen, in een turnzaal. En dan als ik daar binnen train, ja, dan kan ik daar ook gewoon fijn trainen met mensen. Dus ik heb niet echt één favoriete spot eigenlijk. Soms heb je van die oude gebouwen of zo, van die wijken waar die maisonet is en dan van die trappetjes. Precies, en, precies, dat is vet. En welke wijk is dan, welk gebied in Nijmegen? Want dat is echt tof om... Dan ga ik toch wel voor het centrum van Nijmegen. Waarom? Omdat het gewoon oude architectuur is. Er is niet mee geklooid. Het is gewoon,
Het is gewoon niet strak, dus dat maakt het juist van freerunners zoals mij heel aantrekkelijk. Hm. Bijvoorbeeld heel veel mensen vinden moderne wijken heel mooi, maar ik vind ze hartstikke saai. Waarom? Omdat alles op elkaar lijkt en je kan er niet echt uitdagend spelen als kind of als freerunner. Als je dan in het centrum zo aan het rennen bent, is dan wel eens voorgekomen dat iemand denkt van, hey, hou hem tegen, want verdacht, hij heeft iets gedaan. Of, hey, want je, het is best wel intensief hoe je bezig bent, je rent en je springt over daken, dat mensen dan toch een beetje raar kijken van, goh, vlucht hij voor iets? Of... Ja, nee, dat heb ik dus niet gehad. Ik heb, laat me zeggen, wel deze drie reacties gehad. Nummer 1, dat ouders en ouderen zeggen van, wat doet diegene nou weer? Wilt hij iets van, heeft hij genoeg van leven gehad of zo? Waarom springt hij over die auto heen? En dan nummer 2 is vaak met Marokkaanse hangjongeren. Vind ik altijd zo grappig. Dan, als je dan aan het rennen bent, dan vragen ze altijd aan mij van... kun je een muursalto? Kun je een muursalto? Doe dan. En dan gaan ze allemaal... Je weet hoe dat gaat met die jongens, hè. En dan gaan ze je helemaal uitdagen om een trucje te doen. Oh zo. Het raarste wat je ooit bent tegengekomen of hebt gehoord... of iemand iets tegen je hebt gezegd, terwijl je zo bezig was? Met vrieren. Met vrieren, hè? Het raarste, en wat toch een dagelijks algemeen iets is, waar ik echt heel allergisch voor ben, is dat bijvoorbeeld mensen, ook vanaf de 20, dan komen ze naar mij toe en dan zeggen ze van, oh, je bent echt heel vet bezig met het vrieren. Ik zeg ze van, jij kan het ook. Ja, maar ik ben niet zo flexibel, ik ben niet zo sterk. En dan denk ik zo van, ja, nou en vroeger kon je ook nog niet lopen en nu kun je opeens lopen en rennen, dus het is te leren. Mensen zijn vaak te lui en te bang om iets nieuws te doen, omdat we echt in die comfortzone zitten. Dus ik probeer graag mezelf en mensen uit de comfortzone te halen. Maar op zich is het, voor je bedrijf wil je juist dat soort vragen horen, toch? Want op het moment dat iemand zegt van, nou, lukt mij niet, kan ik niet, is dat voor jou een moment om je visitekaartje af te leveren. Precies, klopt. Ja, daar heb je zeker gelijk. Schrijf je maar in en ik zorg ervoor dat het wel lukt. Ja, precies, daarom. Ik breng wat scheerolie aan om de lijn erin te scheren. Dus als je afvraagt waar dat citrusgeurtje vandaan komt, dan weet je dat. Oh, ruikt nu pas. Oh, lekker. Ik was niet eens gefocust meer op het haar om te barren. Nee? Ik was zo lekker in die flow. Hij was on fire. Nou, ik ben heel wat wijzer geworden wat betreft het freerunnen. Oké, want hoe was het eerst voordat we elkaar spraken? Ja, ik ken het wel en ik heb op YouTube verschillende filmpjes gekeken. En dan krijg je weer via appje door van kijk naar dit filmpje. Maar, maar bijvoorbeeld de geschiedenis, hoe dat is ontstaan en waar het vandaan komt. Dat is het verhaal van de Vietnamoorlog. Hè, dus dat het daarmee gelinkt is. Ja, dat is voor mij wel zeker nieuw. Ja, dat is ook. Absoluut. Nou, ik heb een zoontje van bijna 2. En ik denk dat hij ook, althans als ik hem nou zo zie, klauter op de bank en dan rennen. En dan door de kasten heen klimmen en klauteren. Dat maakte ik een tijdje terug de opmerking tegen mijn vrouw van misschien moeten we hem ook een keer gaan inschrijven als hij straks wat ouder is. Dus ja, weet, zeker. Komt hij als een leerling voor een paar jaar bij jou in de ruimte? Sowieso. Ik pak even een spiegeltje. Als je kijkt naar de lengte achter. Wel kort, maar nog wel gedekt. Ja. Wat ik heb gedaan is, net was het disconnected, dus het viel echt over de zijkant heen. Dat heb ik wat meer aangesloten en wat je ziet, ik heb meer accent opzij gezet als een lok naar links toe. Die zou je in principe ook gewoon naar achteren kunnen dragen. Cool. Nou, de baard echt minimaal, gewoon wat vanaf deze lijn wat beetje strak naar beneden toe aangepast. Cool. En verder niet heel veel anders gedaan of zo. Cool. Even het kapsel zo. Ik vind het... zou ik eerst mijn bril mogen, want dan kan ik iets beter zien. Dat is makkelijk. Goed focussen, zo. Die was ik vergeten. Dat kan gebeuren, man. Alsjeblieft. Merci beaucoup. Ja, vet. Kun je nog eens een keertje van de... Achterkant laten doen? Ja, gewoon strak. Wat ik heb gedaan is hier ook gewoon wat lengte behouden, zodat hij mooi afloopt naar van lang naar kort in de fading. Dit is niet standaard. Dit is echt gewoon kunst, dit. Nou, dankjewel. Echt heel vet. Ik vond het een leuk gesprek. Ja, ik vond het ook een interessante vraag had je. Eigenlijk vond het heel kicken. Bedankt daarvoor. En heel veel succes met sowieso 2018 hè, met je project. Hou me vooral op de hoogte, zou ik zeggen. Ja, sowieso. Op de start. En heel veel succes met al het andere in je leven. Ja, jij ook succes. Ik hoop dat we elkaar over 56 jaar weer gaan spreken. Ja, lijkt me leuk. En dat je dan een, wat was het, salto achterover gaat maken, toch? Op je 80ste? Ja, op een trampoline. Als je een trampoline hebt.